Karin Reijvos, directeur van Stas International, heeft in samenwerking met UMPD en het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen vrijdag de launch van de Excellence Women First campagne gelanceerd. Het doel is om via deze verkiezingen van 2025 meer vrouwen in hoger bestuurlijke politieke posities te krijgen. Mevrouw Reijvos, als trekker van deze campagne, zegt tijdens haar toespraak dat er trainingen verzorgd zullen worden aan deze vrouwen die mee zullen doen op 25 mei 2025. Ons campagnebeeld voor de campagne Excellence Women First is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze komt voor uit het vijfde duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties, gendergelijkheid. Binnen het UND-project Women Leadership and Development. En wij hebben als Stas International om inhoud te geven aan dit project eerst een onderzoek moeten laten verrichten. Een situatieanalyse doen verrichten. En dat hebben we laten doen door Henna Gischeriet van Kul Consult en Women Rights Center. Vraag echt een applaus, een waanzinnig mooi rapport. En de finale versie kunt u online krijgen als u zich straks, als u de zaal verlaat, registreert voor. Dan zorgen wij dat u het finale exemplaar opgestuurd krijgt. Want met deze resultaten van de situatieanalyse borduren wij voort. En tot en met december 2024 zijn in eerste aanleg verschillende workshops en trainingen gepland. Gendertrainingen, international protocol, ethisch persoonlijk leiderschap, personals branding, etc. Voor de vele doelgroepen binnen het ministerie of gerelateerd aan de verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals het OKB, CHS, diverse commissies, werkgroepen, secretariaatverkiezingen, de DC's, als ook vrouwen en jongeren uit verschillende politieke partijen die meedoen op 25 mei 2025. Allen dan voorgedragen door hun politieke partij op zoek naar excellence. Want wat is excellence eigenlijk? Excellence komt voor uit excelleren. Hooggeplaatste in de politiek noemen we excellentie. En andere ambten, excellentie. En waarom noemen we ze excellentie? Want we verwachten dat ze excelleren. Zich onderscheiden, uitsteken boven het gemiddelde, overtreffen, schitteren, uitblinken, uitmunten, uitschitteren, uitsteken, zich onderscheiden van anderen. Daarom gebruiken we het woord excelleren. Excellence. Het betekenis van het logo, wat deze is, zal ik u even uitleggen. Het staat trouwens op de tekst. We hebben voor dit logo gekozen, want als je een emancipatiebeweging moet veroorzaken, moeten we duidelijk zijn. Er is geen tijd en geld om een volslagen nieuw loonboog herkenbaar te maken. We gaan uit van het internationaal vrouwensymbool, maar maken het vooral een symbool van leiderschap. En in het centrum van die bloem staat de leider, die achtpuntige ster communiceert met alle omringende bladeren. De vorm is gebaseerd op de Lotus Sutra. Bij de Chinezen en in het oude India staat de lotus symbool voor reinheid, volmaaktheid en de vrouwelijke kant van de mens. Leiderschap bestaat uit kennis, visie en moed. Ook deze eigenschappen krijgen een plaats in het logo, herkenbaar en duidelijk. Wij voeren nu ook terug naar een korte toespraak van minister Brontes Omohardjo van Binnenlandse Zaken. Om te beginnen met mevrouw Sharda. Over de wet, ik heb aan mijn twee vrouwelijke juridische adviseurs gevraagd wat de status is van de wet. En zij zeggen dat er nog aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, zoals een commissieuitvoering. En dat heeft ook te maken met arbeid en justitie. Maandag kwam mijn secretaresse naar mij toe, Monique. Ik heb ook een secretaris, mevrouw Sharda, dus mijn eerste sorry komt nog niet. Komt ze naar me toe. En die zei, je hebt op agenda aanstaande vrijdag een event hier in Torarica. Ik zeg, zet me erop, want het heeft te maken met verkiezingen en vrouwen. En vanaf die dag, u weet het, kwamen leden van mijn staf naar mij toe. En zeiden, Bronto, kijk uit wat je zegt. Zeg geen dingen zomaar.
Ga geen schuine grappen vertellen. Net alsof ik dat ooit doe. Net alsof ik vandaag hier met een boek zou staan en schuine grappen zou vertellen. Tot zo net, mevrouw Sharda, kwam de directeur. Hij zegt, Bronto, kijk uit wat je zegt. Maak een speech klaar. Waarom? Hij zegt, in deze zaal gaan er alleen maar gangstervrouwen zitten. Maar mevrouw Sharda, ik ben opgegroeid, opgevoed door alleen maar gangstervrouwen. Toen mijn vader vertrok naar Suriname, ben ik opgegroeid, opgevoed door 3 gangstervrouwen. Mijn tante, mijn zusje en mijn moeder. En een van die gangstervrouwen had gangsterwapens. We kennen het. Ik kijk naar de schoenen van die vrouwen, maar ik zie ze niet. Mijn moeder had zo'n klomp met zo'n sool. En ze had een andere riem. En door die gangsterwapens heb ik geleerd, en maar goed ook, na de discussie te hebben gehoord, dat vrouwen altijd gelijk hebben. Dus mevrouw Sharda, ik ga nu mijn speech voorlezen. Als ik iets fout zeg uit de door goed voorbereide speech van mijn staf en van mevrouw Revos, dan zeg ik sorry, sorry, sorry. Met veel genoegen sta ik hier als minister verantwoordelijk voor de verkiezing van 25 mei 2025. Maar ook als minister verantwoordelijk voor het genderbeleid in Suriname. Bij de samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de UNDP werd terstond het genderaspect voor de te houden verkiezingen hoog op de agenda geplaatst. En dat hield in dat het ministerie moet zorg dragen dat zowel gendergelijkheid als ook gendergelijkwaardigheid bij de voorkomende verkiezingen zichtbaar zijn. Daarom dat er ook volle ondersteuning is gegeven bij de totstandkoming van deze launch vandaag. Opdat wij er zeker van kunnen zijn dat er nationale bewustwording is op dit stuk, welke moet doorlopen in al onze commissies, werkgroepen en andere instituten die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen. Maar dat ook na de verkiezing de bewustwording ook merkbaar zal zijn bij diverse voordrachten en benoemingen voor besluitvormingsposities, met name in onze hoogste college van staat. Er moet inderdaad nogal wat gebeuren om de toegang voor vrouwen op het hoogste niveau in de politiek toegankelijker te maken. Binnen politieke partijen en daarbuiten. Ik besef mij terdege dat als minister in de politiek mijn eigen ideeën die passen bij deze generatie en de komende generaties, de betrokkenheid van vrouwen op dit hoogste niveau als normaal gezien moet worden. Ik heb het geluk dat ik niet anders gewend ben. Immers, zowel jongens als meisjes hebben nu toegang tot alle vormen van onderwijs. De basis voor groei en ontwikkeling. Ik denk bijvoorbeeld aan gedegen kinderopvang en scholing van alle vrouwen en jongeren die de politieke arena willen betreden. Dit project, deze campagne, Excellence Women First, voorziet daar ook in. Wij zijn trots als ministerie dat met de betrokkenheid van de UNDP, Women Leadership en Democratie, wij invulling geven aan belangrijke nationale verplichtingen voortvloeiende uit het gendervisiebeleidsdocument 2021-2035. Maar ook de nationale verplichtingen waaraan de staat Suriname zich heeft gecommitteerd, waaronder duurzame ontwikkelingsdoelen nummer 5, gendergelijkheid. En het versterken van de positie van vrouwen en meisjes, ook het verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van discriminatie van vrouwen, waarin artikel 7 de staat wordt opgeroepen alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politiek en openbaar leven uit het land te bannen. Mijn complimenten aan het bureau Gender Aangelegenheden en het Algemeen Secretariaat Verkiezingen, die zich in het kader van de komende verkiezing ook hard maken voor 1. Zichtbaarheid van de vrouwen op de verkiezingslijsten met een foto van alle verkiesbare vrouwen. Ook mannen krijgen een foto, denk ik, toch? Dubbel zichtbaarheid, omdat nu is gevraagd naast de foto ook een V of een M erbij te plaatsen. De verantwoordelijke commissie kijkt hoe daaraan invulling kan worden gegeven. 3. Alle andere ten dienst staande acties en middelen om aan gendergelijkwaardigheid binnen het verkiezingsgebeuren invulling te geven. Ten slotte dank ik de UNDP
voor alle ondersteuning en mevrouw Revos van het STAS International voor haar toewijding om dit allemaal werkelijkheid te maken. Ik dank u.